En dit is Ibiza. Hi, ik ben Steffi en dat is Abel. Ik ben Melanie en dit is Thijs. Ik ben Ineke en dit is Hielke. Ik ben Belinda en dit is Harmke. Ik ben Barbara Korringa en dit is Karsten van de Noorse Hoeven. Ik ben Maria en ik ben commandant van het Z-Friese team in Groningen. Wij zijn het Z-Friese team Groningen! Hoi allemaal, we zijn vandaag in Tolbert en we zijn op bezoek bij het Z-Friese team van Groningen. En we gingen weer naar aanloop van het vaderpaard. Zij komen ook een show geven tijdens Friesium Prom. Het was een beetje de bedoeling dat vandaag een serieuze video werd, want dat is de volgende. Dat is het niet echt geworden, nee. Maar het is wel echt super. Ja, het is echt heel leuk geworden. Jullie moeten echt gaan kijken, want het wordt zo gaaf. Ja, het dus, wordt echt serieus. Ik ben echt wow. Ik vind het zo jammer dat ik niet ga. Veel plezier met kijken. Wij zijn het Z-Friese team Groningen. Met ons team rijden we afdelingsdressuur in de hoogste klasse, klasse ZZ. En we geven demonstraties en shows. Jaar rond proberen we met onze enthousiasme en professionaliteit de afdelingsdressuur en veelzijdigheid van het Friese ras te promoten. Afgelopen jaar werden we als team Gronings kampioen in de klasse ZZ. En daarnaast hebben we diverse shows gegeven. Bijvoorbeeld Horse Event, KFPS Hengstekeuring. En zelfs internationaal zijn we naar Oldenburg. Daar Gravenscup hebben we een show gegeven. We trainen wekelijks in de manege hier in Tolbert. En de laatste tijd zijn we ook een paar keer naar Friese Balen en naar Buitenpost geweest. De afgelopen weken zijn we volop in training geweest voor de Friesian Proms. In oktober zijn we door het KFPS gevraagd op kantoor te komen. En op basis van onze prestaties van het afgelopen jaar hebben ze ons uitgenodigd om tijdens de Friesian Proms een aantal demonstraties te geven. 3 stuks, 2 met de groep O'Jean, 1 met Ben Kramer. We zaten al snel op één lijn met de regisseur Theo Smedes. En er ontstond een samenwerking waarin heen en weer ideeën werden gebracht. En er werd goed naar onze inbreng geluisterd. Onze inbreng werd gewaardeerd en samen zijn we tot een aantal leuke ideeën gekomen. Toch is het een hele uitdaging om 2 shows voor elkaar te krijgen. Nu hebben we de muziek aangeleverd gekregen en normaal maken we eerst een kuur en dan zetten we muziek eronder. Nu was het net andersom. Eerst de muziek en daar een kuur op maken. Ook hebben we de laatste tijd hard getraind om de paarden te laten wennen aan de attributen die we gebruiken in de kuur. Want we hebben in alle rust hebben we ze de tijd gegeven om eraan te wennen. Verder hebben we voor elke show hebben we outfits nodig, dus de laatste tijd is regelmatig geshopt. Maar gelukkig hebben we een paar goede sponsors, zoals Bosgruit Hardegrijp en Horse Boutique. Vanaf zondag zijn we dagelijks te vinden in Leeuwarden voor de repetities. We kijken hier enorm naar uit. We gaan super shows neerzetten en er zeker heel erg van genieten. Het is een enorme eer dat we hiervoor gevraagd zijn. Dus we gaan proberen zo'n leuk mogelijke show neer te zetten. Dus jullie gaan ons zien. Voor de mensen die ons nog niet kennen, check onze Facebookpagina Z-Friese Team Groningen. Daar staan alle ontwikkelingen met betrekking tot het Friesian Prom staan daarop. Dit is Puk en dit is Luna en zij gaan ook altijd mee met de training. Zijn broer en zus, wel eens Corkies.
En ze vindt het heel erg gezellig met zijn meisje. En de mascottes. Cookie? Cookie? Welkom bij Ineke met Verliede. En Maren. Ik weet het niet. Dit was het weer. Bedankt voor het kijken. Blijf kijken voor de bloopers. Doei. We gaan erna. Af en toe denk ik van, zo dicht hoeft die je nou niet. Ja, ik voelde inderdaad zo. Maren, je bent niet even goed. Jawel, kijk. Oké, jongens, we zijn vandaag in Tolbert. En... Wacht, ik zat aan mijn haar. Doe opnieuw. Ik kan achteruit. Ik kan weer. Oh. Dit is toch veel te schattig. Hallo. Hallo. Cookie? Cookies? Ik houd van die zeg. Cookies? 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 Oh my god, Verlina is gek geworden. Wat een idioot. Grapjes mee, ik lief je. Ik ben eruit.